Ik moet even waarschuwen, vrienden. Ja, en niet zo zuinig ook. Ja, we hebben het al gezien met die Europese verkiezingen. Ja, dus daar werden ze de grootste al. GroenLinks in de Partij van de Arbeid. En we gingen allemaal juichen en waren allemaal enthousiast. Ja, en dat was al een alarmbel. Eerste klas, vrienden. Ja. En nu zien we het weer. Want nu hebben we dus wat fouten gemaakt in de personele sfeer bij de PVV. Ja, daar zijn jullie het niet mee eens met mij. Maar ik vind van wel. En gevolg is nu is er weer een nieuwe peiling uit. Ja. En die heeft eigenlijk niet zoveel aandacht gekregen. Maar intussen is het wel zo dat de PVV door dat hele gedoe met die verkeerde mensen op de plekken 4 zetels is kwijtgeraakt. 4! Vrienden. En 3 zijn erbij gekomen bij Timmermans en zijn club. Hé, hey, dat is een verschil. 4 weg, 3 erbij. Hallo? Hallo? Hoe vreselijk is dat? Hoe kun je... Ja, dat is, als je aan het voetballen bent en je hebt die tegenstander, heb je helemaal vastgezet en je staat dik voor en er is niks aan de hand, dan moet je hem niet terug laten komen in de wedstrijd. Nee, en dat is wat hier aan het gebeuren is. Ja, ja, dat is vreselijk. Ik bedoel, Timmermans, die lag al op zijn rug. Die was al helemaal gezien, het was klaar. Ja, en nu geef je ze door dit soort peilingen en door de uitslagen en ook met dat gedoe. En dat kabinet, geef je ze weer hoop en energie en dan kunnen ze weer helemaal terugkomen in de wedstrijd. Oh, daarom moet ik waarschuwen. Geert, hou ermee op. Ja, kijk uit. We hebben Timmermans, we hebben hem in de afdeling. Hij is kansloos, hij zit bij de afdeling losers. En hou hem daar. En zorg ervoor dat hij niet kan overlopen naar de afdeling winnaars. Nee. Heb jij in de hand, Geert?